Bubbly. Hoi allemaal, leuk checken in deze nieuwe video. Vandaag zitten we in de auto. Ja. Op weg naar onze kitten. Ja, onze nieuwe kleine rode schattige Maine Coon. We hebben ook een naam voor haar. Ja. Het duurde super lang voordat we een naam hadden gevonden. Ja, we hadden namelijk bedacht dat het leuk zou zijn als er een Griekse ei in zou zitten. Ja. Want we hebben natuurlijk allemaal poesjes met een Griekse ei, behalve dan Loet. Ja. En ook hiervoor hadden we poesjes met een Griekse ei erin. Dus eigenlijk, kort gezegd, alleen maar Griekse ei. Ja. Dus, wat voor naam hadden we eigenlijk bedacht? Roos. Ja, dat is het uiteindelijk geworden. Ja. Maar we hadden ook Haley en we hadden Candy. En we hadden nog heel veel, maar dat weet ik allemaal niet zo goed meer. Maar uiteindelijk hebben we even met elkaar gezeten en dus het uiteindelijk Rosie geworden. Ja. En van Rosie hebben we ook een aantal foto's gehad. Jullie hadden natuurlijk al een foto gezien van toen ze nog echt heel klein was. Yep. En nu heb ik ook deze foto nog gekregen. Ja. Dan zit ze heel schattig. En we hebben ook nog een foto dat ze staat. Een beetje wiebelig nog op de voetjes. Dat kun je nu ook zien. En we hebben ook een filmpje gehad. En dat filmpje, dat gaan we jullie ook even laten zien. Ja. Dat gaan we nu aanzetten. En nou, ze zit hier dus op het kleedje en ze loopt nu heel stout over de bank. Voor ons mag ze dat niet namelijk. Dus voor ons is het een klein beetje stout. En nu, zo schattig. Gaat ze zitten en een beetje rondkijken. Ik ben benieuwd of ze zo meteen ook lekker een beetje miauwt of dat ze wel een beetje rondrent. Ik hoop dat ze een beetje van... Ja, ze is van 4 juni. Dus we gaan eens even kijken of ze een beetje gegroeid is. Nou, jullie hebben nu het filmpje gezien. Precies. Ik vind haar echt persoonlijk echt super schattig. Asja is eigenlijk ook zo schattig. Want Asja heeft hele grote oogjes. Ja. Zou ze ook zo dondersteentje zijn? Ik denk het wel. Jij zegt altijd dat rode poesjes dondersteen zijn. Ja, die zijn wel een beetje pittig. Dus... Maar goed, we gaan kijken op weg naar Capelle. Yes, let's go! Goed, even kijken. Waar moesten we zijn? Nu maar even kijken zo. Ja, dat gaat zo. Oké, de eerste, ik denk de eerste portiek. Dit keer lopen we dichterbij. Hebben de auto wat meer. Nu weten we het. Want vorige keer stonden we. Ja, toen stonden we echt aan helemaal. Het einde van die flat. Aan de andere kant. Ja, we moesten gewoon een bochtje lopen zelfs. Ja. Maar vandaag niet, hè? Vandaag niet, dus we lopen vandaag nu. Vandaag staan we lekker hier. Oké. Dat is wel fijn. Ja. Oké, tasjes er weer? 12, 12 weer. Ja. Het zou me niks verbazen. Ja. Gaat het nog wel? Oh, wat daar moet kijken. Ik zag maar zo wiek. Nummer 1. Nou ja, en dan gaan we. Let's get. Zo. Ding dong. Welkom in de lift. Dank u wel. U gaat nu omhoog. Oh echt, dat weet ik nog niet. Je komt op het dak uit. Nee, we gaan naar links. Net als Sjaakje het zo gedaan heeft, ja. Zo door het dak heen. Mensen, wat is dit? Oh, we zijn er. Echt? Dat wist ik nog niet. Ik voel me echt niet stoppen. Wat was het? Dit is zo mooi, hoor. Een dikkertje, ja. Een dikkertje, ben jij een dikkertje? Hallo. Poppie. Hallo. Hey. Zijn jullie al beu, kleintjes? Zijn jullie zo al beu dat ze druk worden? Of wat? Mee? Ja. Hallo! Mooi rood is ze, hè? Ja, zeg je, hè? Ja. 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 Ze gaat er vandoor! Blauw aan je voet, kijk hier, blauw. Wat is dat dan? Leuk, hè? Fluisje, denk ik, of zo. Een lekkertje. Lekker dikkertje dit. Ja, lekker dikkertje. We zijn wel een volle buik. Ja. Hallo. Ja. Mooi hè? Jij bent ook mooi. Jij bent ook mooi hè? Wat? Hi. Jij bent mooi wit. Hallo. Ja, wat is dat? Nou, ik wil dat niet. Ik wil niet meer weg. Laat mijn los. Laat mijn los. Hoi. Ik wil. Mooi hè? Ja. Laat mijn los. Ja, een mooie staart, zo staart hier. Oh, cool. Die kat.
Ja, ze denkt, ik ga gewoon lekker lopen. Ja. Ik wil lopen, ik wil niet op schoot zitten. En lopen ze nu allemaal normaal gesproken zo door het huis heen? Oké. Okay. Ga even onder de bank door. Het is niet belangrijk. Hoe zit het? Ik wil spelen. Ik ben een beetje zo. Ik wil niet. Zo, herrie-makertje. Wat een lekkertje, hè? Vind jij het leuk om in jassen te liggen? Dat weet je vanzelf. Met een rommel. Dan ga je echt zo. Waar gaan we toe? Ik wil weer pakken, anders gaat ze door. Ik kom knuffelen, hè, bij ons. Maar nu wil ik nog niet knuffelen. Nee. We hebben nou nog los. Ik heb eigenlijk nog veel. Ja, nu moet je hallo. Aandacht. Hier zo. Is dat een bekend kleedje dan? Is dat al wel bekend? Nee, dat niet. Ik ga er niet voor liggen. Het is echt zo donker. Ja, dat is ook maar een kleedje waar ze het foto's maken. Nee, dat is die. Oh ja, oké. Okay. Ja. Wat was dat? Vind ik dat leuk? Ja. Het is ook mooi donkerrood, hè? Ja, het is heel donker. Nee. Oh. Kijken. Ja! Dit is een broertje. Dat is ook wel groot hoor. Volle buiken. Ja, wat voor buikjes. Lekker eten. Oké. Okay. Dus dat is nu het jongetje en dit is nu het meisje. Ja. Ja, want er zaten twee, of deze twee van deze kleur, hè? Met dat rood. Die andere hebben wel andere kleuren, hè? Het is wel rustiger dan eerst. Ik wil nu wel knuffelen. Heel goed, heel goed, heel goed. Woehoe, wat is dat? Dit is eng. Nou. Oké dan. Ja, ze hebben we terug. Nou, super. En jullie hadden begrepen wat de naam was, hè? Nou, klaar. Ja. Hé, hey, wat wel leuk, hè? Ja. Het is zo schattig. Mooi donkerrood. Ja, het is echt heel schattig. Het is bijna bruinrood. Ja.
Hij is wel echt heel schattig en heel mooi. Dus. En broertje net zo rood? Ja, maar iets witters. Die heeft meer witte plekjes. Die heeft meer witte krullen. Ja, ook op de buik is dat jongetje heel erg. Ja. Hoe noem je dat? Wit. Ja, hoe noem je dat? Ja. rode poes. Dan gaat het van. Yes. Zo, nou. Stinkt hier zeg. Ja. Hey, en onder een vuilniszak of iets. Ja, hey. Nou goed, wanneer krijg je hem? Wanneer krijgen we hem ze? 7 september. 7 september. Ja. Dus dan zijn de scholen alweer begonnen. Ja. Mm-hmm. Dan zijn wij alweer. Dan moeten we er in de avond halen. Dan zijn we alweer naar het werk. Dan moeten we er in de avond ja, halen. Ja, dat klopt. Op naar de auto. Yes. Nou, we zitten weer in de auto. Wat vond je ervan? Ik vond het echt superleuk om weer de kitten te zien. Wat vond jij ervan? Ik vond het kleintje superleuk. Echt een lekkere, dikke buik had ze. Het is schattig. Kleurtjes heel mooi rood. Ja. Hele mooie, lekkere, dikke voetjes. Ja, zeker. We zijn niet zo heel lang geweest. Nee. Ik denk dat het 10 minuten, een tientje is geweest. Ja. Het is een beetje moeilijk, een beetje lastig, want de mensen spreken Pools. Dus daar staan wij echt helemaal niks van. Nee, en dat meisje wat moet vertalen doet echt wel het best hoor. Ja, dat niet. Maar het is... Ook voor haar heel moeilijk. Het is gewoon een beetje moeilijk. Omdat ze heel erg in Pools praat en zij opeens Nederlands moet praten. Maar we hebben in ieder geval gezien, ook het katertje gezien. Ja. Die was ietsje groter, niet zo heel veel groter, maar ietsje... Nee, valt wel mee. Was ook wel een lekker dikkertje. Was ook een lekker dikkertje, dus ze krijgen daar goed te eten. Iets minder dikkertje. Ja. Maar het was wel leuk. Ja, ik vond het echt super leuk om Roosje weer te zien. Ze is nu bijna 8 weken. Ja. En we hebben vandaag gehoord dat ze vanaf 7 september weg mag. Dus vanaf 7 september wordt ons huis weer op z'n kop gezet door een minipoes. Ja, en ik denk dat ze aan wordt gevallen door Asja. Asja gaat er bovenop zitten. Ja, dat doet ze nu ook al bij Marley. En Marley is natuurlijk 2 keer groter. Ja, precies. En ze doet ook bij Kaya, maar Kaya minder, want die gaat blazen dan. Die vindt dat niet zo Die vindt het niet leuk, hè? Nee, die houdt een beetje van afstand. Nee, dus dan gaat Asje ook echt zo met een grote boog omheen. Dus voor vandaag was het eigenlijk wel leuk. Slaagde rit. We hebben wel langer in de auto gezeten dan we daar geweest waren. Ja, zeker. Maar goed, het hoort erbij. Ja. We hebben daar even kunnen knuffelen. Ja, in ieder geval, dit was echt wel een hele korte video. Maar ik hoop wel dat jullie het leuk vonden om weer even bij ons kind te kijken. En tot de volgende video. Doei doei! Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!